Met opa in het donker, geschreven door Stefan Bonen en Maria Meijer. Emma zet haar bedje bij het zolderraam. Hier slaap ik straks, zegt ze. Freya vraagt, opa, is het hier donker 's nachts? Nee hoor, zegt opa. Vannacht logeren alle kinderen bij oma en opa, gezellig samen op de grote zolder. Jongens, meisjes, zegt oma, ik ga vanavond weg, naar een feestje. Zorgen jullie goed voor opa? Wat gaan we doen, opa? Vraagt Emma. Opa krabt op zijn hoofd. Doen? Vraagt hij. Mogen we buiten spelen? Vraagt Gieten. Opa schudt zijn hoofd. Het is te laat en het stormt. Zullen we dan een verstoppertje spelen? Zegt Pieter. Hier, binnen. Ja, verstoppertje in het donker, roept Pelle. Daar moet opa even over denken. Goed, glimlacht hij dan. Ik ben de wolf en jullie de zeven geitjes. Alle lichten gaan uit. De kinderen rennen weg. In het donker telt opa tot 20. Auwe, ik kom, roept hij dan. Met een zaklamp loopt opa door het huis. In de badkamer vindt hij geitje Isa. Onder de tafel geitjes Bram en Pieter. Nog eentje, zegt opa even later. Waar heeft dat laatste geitje zich verstopt? Hij richt de straal van de zaklamp op de grote klok. In die klok klinkt een lachje. Opa neemt een kijkje. Freya, grinnikt hij. Gevonden. En nu jij, opa, zegt Emma. Nu moet jij je verstoppen. Ik? Maar het is bedtijd. Jullie moeten gaan slapen. Eén keertje maar, zegt Bram. Opa zucht en gaat zich verstoppen. De kinderen tellen samen tot 20. Pelle houdt de zaklamp in zijn handen. De anderen lopen achter hem aan. De regen rammelt tegen de ruiten. Net een spookhuis, vindt Emma. Waar is opa? Niet in de keuken, niet op de slaapkamer, niet in de kelder. Opa, roepen Isa en Bram. Waar ben je nou? Er komt geen antwoord. Ze horen alleen de wind die om het huis heen jaagt. Doe de lichten maar weer aan, zegt Pieter. Ja, knikt Freya. Anders is het donker. Opa, roepen ze allemaal samen. Psst, doet Pelle. Luister eens. Emma fronst. Wat is dat voor een gek geluid? Fluistert ze. De kinderen staan om de grote kast op zolder. Vanuit de kast klinkt er gebrom. Het klinkt als een heel grote wolf. De kinderen tellen samen. 1, 2, 3. Dan trekken ze de kastdeur open. Gevonden! Opa schrikt wakker. Oei, zegt hij. Zo, en nu allemaal naar bed, zegt opa. Vertel je eerst nog een verhaaltje, vraagt Gieten. Tanden poetsen, iedereen zijn bed in. Welterusten, slaap zacht. Dag, opa. Auw, dag kindjes. Net als hij bijna slaapt, wordt er op de deur geklopt. Ja, zegt opa. De deur gaat open. Het is Freya. Opa, fluistert ze, er zit een wolf op het dak. Opa trekt grote ogen. Een wolf? Vraagt hij. Ja, echt. Pieter komt de kamer in. Hij doet auw. En hij tikt tegen het raam, zegt Bram. Opa krabt op zijn hoofd. Dat kan niet, zegt hij. Wil je toch even gaan kijken, opa? Vraagt Isa.
Opa gaat naar de zolder. Hij komt al snel weer terug. Gekke kinderen, denkt hij, dat auw is gewoon de wind. En het is de regen die tegen het raam tikt. Bij de deur van zijn slaapkamer blijft opa staan. Maar er komen 7 paar voeten onder de lakens uit. Wat doen jullie nu? Vraagt hij. Shh, stilletjes, opa. Gitte legt een vinger op haar mond. Oma komt pas laat thuis. Het is al donker. In de keuken blijft ze staan. Maar wat is dat geluid? Wie ligt daar te snurken? Hé, opa, zegt oma. Waarom lig je hier? Is er een probleem met de kinderen? Opa schudt zijn hoofd. Nee hoor, gaapt hij. Met de geitjes is alles prima. Ik snap er geen sikkepit van, zegt oma. Ik ook niet, bromt opa. En hij draait zich om. Maar de wolf is nog een beetje moe,